Goedemorgen, welkom weer bij Heel Mijn Rijstad Beweegt. Mijn naam is Ton Haberaken, sportstrainer in de gemeente Mijn Rijstad. En vandaag heb ik weer een leuke beweegoefeningen voor u gemaakt. Zoals gebruikelijk gaan we beginnen met de warming up. Bent u er klaar voor? Daar gaan we dan. We gaan even flink stappen. Stappen op de plaats. Armen goed meebewegen. En stappen maar. Begin eventjes met kleine pasjes. En probeer ze steeds hoger op de knieën te tillen. Gaan we even de armen uitstoten. Gaan we 10 tellen doen. Uitstoten naar voren. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en weer gewoon stappen. Gaan we even 10 tellen, hoge knieën. Dus we gaan de knieën wat hoger optillen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en gewoon stappen. Gaan we 10 tellen, gaan we een armkrul maken. Armen bij de heupen. We gaan even voorover staan en we gaan even flink in de vuisten knijpen. Haal de vuisten naar hun schouders toe. En we gaan weer stappen. Gaan we even 10 tellen hakkenbillen doen. Hakkenbillen. Dus 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en weer gewoon pas. Gaan we de vuisten naar boven uitstoten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en weer gewoon stappen. Gaan we zo meteen 4 keer hurken. Ja, kom aan. 4 keer hurken. En door de knieën zakken. Zoveel mogelijk. Prima. En we gaan weer stappen. Zo meteen gaan we veren, waarbij we de benen gestrekt houden. We gaan met de vingertoppen gaan we naar de grond, zo ver mogelijk. De een kant tot de knieën, de ander tot de enkels en de andere kant makkelijk tot de grond. Gaan we dan, 4 keer even veren. 1, 2, 3, 4. Prima. Gaan we even 4 keer een strekstap maken, dus een grote pas voorwaarts. 2 keer rechts, 2 keer links. Dus rechts, links en nog een keer rechts, links. Gaan we. Rechts. En links. Nog een keertje rechts. En links. Prima, en stappen weer. Gaan we hurken met uitstrekken. Doe op 4 keer. Dus we hurken en strekken uit. Even op de tenen komen. Hurken, strek uit. Op de tenen. Hurken, strek uit. Op de tenen. Hurken, strek uit. Prima. En weer stappen.
twee keer de grond aan tikken met de handen. Kom maar. 1, 2, prima. Gaan we twee keer de grond aan tikken en maken we een sprongetje na elke keer aantikken. Dus. En een sprongetje. Tik aan. En een sprongetje. Super. Gaan we nog even touwtjes springen. Dus touwtjes springen op de plaats. Beweeg goed mee. Net als u een springtouw heeft. Goed, dat was de warming up. Ik hoop dat u een beetje warm bent. We gaan zo meteen eigenlijk 16 oefeningen heb ik voor u. Neem even een slokje water en in de tussentijd kunt u wellicht of twee flesjes water nemen, of als u dat niet heeft, neemt u twee paar sokken bijvoorbeeld, kunt u ook de oefeningen meedoen. Dus heb je nog geen flesjes water, sokken ook prima, of u vindt het misschien iets te zwaar nog. Je kunt de flesjes water uiteraard ook voor de helft vullen. Steeds even een klein beetje meer proberen bij de volgende beweegsessies. Dan bouwen we in ieder geval ook eventjes iets op. Neem even een slokje water, ben ik zo bij u terug. Doen. Ik ga u eerst eventjes de eerste oefeningen uitleggen. U neemt twee flesjes of twee paar sokken, dat kan natuurlijk ook. En we gaan de armkrul gaan we doen. De handpalmen die zijn naar boven toe, ja, en we halen de flesjes richting de schouder. Dus dan hebben we de armkrul. Ja, dan kun je even van de zijkant kijken. Zo uit. Even aanspannen. Arm. Goed. Bent u er klaar voor? Nog 10 seconden. Dan gaan we beginnen. Maak klaar. Kijk, met 30 seconden dus de armkrul. Loopt die aan? Ja, en start. Pak een tempo dat u vol kan houden. Haal steeds de flesjes naar je schouder toe. En span de voorkant van de bovenarmen. Span die goed aan. Prima. Hou even. Oké. En rust. Ontspannen, schudden met de armen. Kijken, de volgende oefening is de polskrul. Houd de polsen en die haalt u de flesjes altijd vanuit de polsen naar u toe. Gewoon rust met de polsen naar u toe. Maar klaar? En daar gaan we. De polskrul. Even 30 seconden. Haal de flesjes naar u toe. Maar nu met de polsen. De
polsen naar u toe te bewegen. Als het goed is, dan voelt u hierbij de onderarmen, de spieren in de onderarmen, die gaan aangespannen worden. En rust. 20 seconden rust. Volgende oefening. We houden de flesjes bij de schouders en we gaan uitstoten. De duimen die zijn nu naar voren gericht en als we uitstoten gaan de duimen naar binnen toe. Dus de flesjes die maken de quad draai. En start. Kom maar. Boven uw hoofd. Flesjes draaien naar elkaar toe. Prima. Hou vast. Heel goed. 5 seconden. En rust. Even weer ontspannen. Gaan we zo meteen gaan we liggen. Gaan we uitstoten vanuit de borst. Liggen, opgestrekt, uitstoten, vanuit de borst naar boven toe. Flesjes terug en uitstoten. Ja, kom maar, start. Hou vast. Nog even. En uitstoten. Terug. En uitstoten. 5 seconden. En rust. Moet je weer overeind. Even ontspannen. Volgende oefening. Armen gestrekt. Handruggen naar voren toe. En we gaan de schouders gaan ophalen. Ja, start er maar. Dus, net als van, ik weet het niet. Schouders even ophalen. Prima. Nog 10 seconden, hou vol. En rust. 20 seconden rust. Volgende hebben we de stoel bij nodig. Pak even de stoel erbij. Dan gaan we hurken. Maar nu met behulp van de stoel. Dus we gaan even zitten en we gaan weer staan. Flesjes nemen we mee. Ja, start er maar. Staan. Ga weer zitten. Houd de flesjes naast u liggen. En weer staan. Prima. Hou nog even vast. 10 seconden. En rust. 20 seconden rust. Volgende oefening. Het zijwaarts been heffen. Flesjes mag ik gewoon vasthouden. Ja, we gaan elke keer zijwaarts naar mijn benen. Rechts en links. Ja, staat er maar. Dus rechts en links. Breng steeds je gewicht goed. Boven het been dat blijft staan. En uit. De ene kant het een klein stukje. De andere kant het wat verder. Altijd probeer het maximale uit jezelf te halen. Het mag gerust wat moeite kosten. Dat is juist net de bedoeling. Worden we alleen maar beter. En rust. 20 seconden rust. Laatste oefening van dit blok van 8. Gaan we zijwaarts. Gaan we de romp. Gaan we buigen. Als volgt doen. Flesje laten zakken naar de knie. Ja, kom maar. Zakken. En zakken.
Schuif het flesje gewoon rustig langs je benen, langs je bovenbenen, richting je knie. Voel even de spanning op de zijkant van je romp. En rust. Oké, dat waren de eerste 8 oefeningen. Neem even een slokje water. Ben ik zo weer bij u terug voor de uitleg van de volgende oefening. Gaan we nog even 8 oefeningen doen. We hebben nu nummertje 9. De eerste oefening die we gaan doen is het uitstrekken vanuit de nek. Dan mag u bij gaan zitten. U mag het ook staan doen. U kan ook bij gaan zitten. We hebben de 2 flesjes. De duimen zijn naar beneden. Flesjes in de nek. En we gaan steeds een flesje gaan we uitstrekken naar boven toe. Doe om en om. Links en rechts. Om en om, dus links en rechts. Je mag het ook staan doen. Ja, dan gaan we het zo doen. Dus ook hetzelfde. Goed uitstrekken, zodat u de spierspanning voelt aan de achterzijde van uw bovenarm. Goed, maar klaar. 10 seconden. Flesjes in de nek. En uitstoten. Ja, kom maar. Om en om, links en rechts. Goed uitstrekken. Dat u even flink de achterzijde van uw bovenarmen aanspant. Hou vol, nog even. 5 seconden. En rust. Je de armen een beetje losschudden. Kijken we de volgende oefening. Is het zijwaarts armheffen. Lichte spreidstand gaan we staan. Armen zijn gestrekt. We gaan om en om. Dan gaan we tot 90 graden. Gaan we heffen. Ja, kom maar. Dus om en om, rechts en links. Nog 10 seconden. Hou vast. En rust. Goed, de volgende oefening gaan we weer liggend doen. Gaan we liggen. We strekken de armen uit. En we brengen zo meteen de flesjes recht boven het lichaam. Maar klaar. En start. Kom maar, 30 seconden. En terug en even kracht in boven het lichaam. Hou vol, nog even, nog 10 seconden. Iets gebogen knieën, voorover, blijf vooruit kijken. En we gaan zo meteen gaan we de flesjes naar ons toe halen. En starten maar. Kom maar. Blijf vooruit kijken. Rug recht. En haal de flesjes naar u toe. Hou vast.
oksels. En rust. Even losgooien. Volgende gaan we weer hurken. Nu zonder stoel. Flesjes gewoon naast het lichaam. En we gaan gewoon zakken. En op. Hou de hakken aan de grond. En op. Ja, starten maar. En op. Prima. Hou vast. En op. Blijf gewoon goed vooruit kijken. Niet naar de grond kijken. Houd de rug zoveel mogelijk recht. En op. Super. Nog even. Helemaal goed. 20 seconden rust. Volgende oefening gaan we bij zitten weer. Zitten op de stoel. Gaan we zo meteen. Een flesje zetten we op de knieën. Of de sokken. Geef in ieder geval even wat druk op de knieën. En dan gaan we op de tenen staan. Ja, start er maar. Geef even wat tegendruk. Dat de kuiten flink moeten werken. Super. Hou vast. Nog even, nog 5 seconden. Geef even flink tegendruk. Ja, en rust. Goed, volgende oefening. Strekstap. Flesjes gewoon naast het lichaam. En we gaan zo meteen gaan we dus om en om. Rechts en links. Gaan we weer uitstappen. Maar klaar. En start er maar. Kom maar. 30 seconden lang. Even. Hou vol. Even een vermoeiende oefening. Hou vol. Even. En rust. Been even een beetje losschudden. Volgende oefening. Is onze laatste oefening alweer voor vandaag. Flesjes. Houden we met gestrekte armen voor ons. En we gaan draaien. Naar links. En naar rechts. En terug. En start maar. Kom maar. Naar rechts. Probeer een hoek van 90 graden te creëren. Lukt dat niet? Zo ver mogelijk en terug. Draai met de romp. Nog even. Hou vol. En rust. Super. Neem een slokje water. Dat was de training voor vandaag weer. Ik hoop dat u er weer van heeft genoten. Dat u het leuk vond. Ik zie u graag een volgende keer weer terug. Ik zou zeggen, blijf elkaar helpen. Wees lief voor elkaar. En graag tot de volgende keer. Zorg dat u gezond blijft.